welkom allemaal bij weer een nieuwe gameplay video van Bus Simulator 2021. We gaan weer verder met ons eigen bedrijf. En natuurlijk hebben wij in de vorige gameplay video een eigen bus gekocht en een busroute opgezet. En dat werpt nu zijn vruchten af. Een collega die is nu de bus aan het overnemen, zodat wij een volgende route kunnen opzetten met een nieuwe bus. En daarvoor moeten we dus wel naar de busdealer toe. Ja, eigenlijk moeten we daar onze eigen bus voor pakken. Maar ja, die rijdt daar niet heen. Dus zullen we een andere bus... Kijk, daar rijdt in de verte onze bus. Maar wij gaan dus nu wel weer direct een nieuwe bus kopen. En daarvoor moeten we wel naar de busdealer. En daar zijn we natuurlijk met de bus naartoe gegaan. En ja, omdat wij al een Mercedes hebben, zat ik te denken van... Nou, ik wil eigenlijk wel iedere keer dezelfde bus. Zodat we een goedkope bus kunnen kopen en een... grote route op kunnen zetten. En als we later veel geld verdienen, dat we dan naar elektrisch gaan. Dus we gaan nu kijken naar de Mercedes. Kijk, en dan hebben wij de Citaro K. En die heeft dan 26 zitplaatsen. En die heeft dan 60 staanplaatsen. Ja, ik zou het ook graag anders zien. Maar deze gaan we dus ook voor een testdrive meenemen. En dan gaan we naar de uitgang en dan gaan we hem kopen, want we weten hoe deze rijdt. En dan gaan we hem dus nu, upsie-day, hier naartoe. Kijk, en daar staat hij dan. Ik vind het ook wel een mooie kleur, hoor. Kijk, en deze is ook weer helemaal vers, helemaal nieuw. Kijk, en dan gaan wij gewoon lekker hier achter zitten. Dus, en dan sluiten wij, kijk, het chauffeurshokje. Dan gaan we de deur dicht doen. Ja, en dan gaan wij rijden. En natuurlijk hebben we ons stuurtje ook weer klaar. Zo, en dan gaan wij zo rustig aan hier naartoe. Ja, tuurlijk, geen probleem. Grote bochten. Eens even kijken. Kom maar, zet hem maar stil. 100.000 euro voor een bus. En dan hebben wij dus nu 700.000 en een klein beetje change hebben wij. Maar ja, koop hem maar. En dan gaat de deur open. En dan gaan wij nu eerst eventjes terug naar ons eigen bedrijf. Daar moeten wij eventjes kijken. Helemaal naar de andere kant van de map. Want dan gaan we daar naar kijken welke route we gaan opzetten. Ik denk bij het Lakeside View. Even kijken. Dat is hier. En ik denk wel dat het een hele mooie is. Zodat alles in ieder geval mee wordt gepakt. Maar we gaan nu eerst naar het eigen bedrijf rijden. Ja, en dan moeten we natuurlijk wel opletten of er geen verkeer aan komt. Nee, er komt geen verkeer aan. Dus we rijden gewoon van de stoep af. En dan gaat het niet zo, niet zoals ik wil. Beetje omhoog kijken. En dan moeten we natuurlijk ook de richtingaanwijzer aangeven. Dat gaan we ook wel doen. Maar nu rijden we dus lekker weer die route vanuit de busdealer naar ons eigen bedrijf. En zo herkennen we een beetje... Zo herkennen we een beetje de map waar we in de toekomst ook gaan rijden. Want hier is toch ook wel veel klandizie te vinden, hoor. Kijk, en nou leren we natuurlijk steeds beter met de bus rijden. We gaan steeds harder. In de vorige video schijnt het dat ik veel door rood ben gereden. Waarvoor mijn excuses. Dat was natuurlijk niet de bedoeling, want we willen het wel zo realistisch mogelijk houden. En... dat gaat ook wel goed komen. Maar we moeten eerst, wat ik al zei... richtingaanwijzer aan. En dan gaan we hier naar links. Ja, perfect. We willen niet over de trambaan heen rijden. Dus we pakken de linkerzijde. Kijk, en daar staat het licht op groen. Dus we kunnen gewoon lekker door blijven rijden. Dus daar let ik nu wel op. Ik wil ook... Kijk, ik rij een beetje te hard. Dus dat is niet goed. We mogen dus 32 miles per hour, jongens. Dat is iets meer dan kilometers. Kijk, ik zie daar een rode rood stoplicht. Dus we gaan wel stoppen. Moet ik dan helemaal hier stoppen? Ik denk wel dat ik hier moet stoppen. Kijk, groen. En we kunnen direct doorrijden. Oh, wat is dit nou? Ik dacht dat wij groen hadden. Nou, zo kan het dus ook. Maar we blijven dus lekker doorrijden. Groen, 32 kilometertjes per uur. En dan komen we hier weer langs het flitspaaltje. Moet je goed opletten aan de linkerkant. Althans, volgens mij is dat een... flitspaal. Dat weet ik niet zeker. Maar ik denk het wel. Dus we blijven lekker gewoon een paar kilometer... Let op. Oh, dat is ook een mooie tram daar.
Even kijken. Hier komt ergens... Kijk, daar is die flitspaal. Dit is toch zeker weten wel een flitspaal, jongens. Twee kanten op. Zie je dat? Ja, dit is een flitspaal. Dus, maar we rijden dus gewoon goed de snelheid. En dan worden we dus ook niet geflitst. En betalen we dus ook geen bekeuring. Dus, en hier mooi met de bocht mee. Lekker ruim aanhouden. Top, goed gedaan hoor. En dan gaan we hier naar links. Dus ik zal even mijn richtingaanwijzer aangeven. Ah, busrijden jongens. Geweldig. Ik zal eventjes deze kant ook nemen. Zo. Correct use of the indicator. Natuurlijk. Dan gaan we hier naar rechts. Ah, de weg beginnen we al een beetje te leren. Even stoppen natuurlijk. Dan gaan we hier rechtdoor. En dan gaan we hier zo meteen naar links. Dus ik doe de richtingaanwijzer alvast uit. Ik zie niks aankomen. Dus kunnen we gewoon goed de bocht nemen. Zo. En dan gaan we hier naar links. Zo. Ja, top. Goed gedaan. Dan gaan we weer de snelweg op. En dan gaan we ook weer op de brug naar rechts. En dan zijn we er al bijna. Kijk eens voor je. Even kijken. Top. Dan gaan we hier naar rechts. Ja, ja. Ga maar. Ga dan. En ik? Prima. Top. En dan zet ik hem in 3 neer. Want de vorige had ik in 2 neergezet. En dan zet ik deze in 2 neer. Hi, boss. Hey. It's always nice to see a friendly face. Ja, zeker. Well, dat geldt voor mij ook. Zo, en dan gaan we hem hier naar binnen zetten. En dan zijn we aangekomen. Dan kunnen we eerst even een bakje koffie pakken. Zo, top. En dan gaan wij uitstappen. Oh nee, natuurlijk niet. Want ik moet natuurlijk eerst even kijken. Dan moeten we natuurlijk ook de motor uitzetten. Zo, hup. Uit, zo. En zoals jullie weten hebben we de vorige keer dus natuurlijk met de, ja, de kleur, de primary kleur, hebben wij rood gemaakt. En de secondary kleur hebben wij paars gemaakt. Waardoor die er echt wel gaaf uitziet. We hebben geen wraps gedaan, we hebben geen decals gedaan. Even kijken, apply changes, zeker weten. Kijk, en dan ziet hij er goed uit. Maar wat we dan gaan doen... is dan gaan we ook nog een advertentie neerzetten. Kijk. En dit is van Arnold Park Beach. Chinatown. De vorige keer hebben we natuurlijk het planetarium gedaan. Maar ik... Oh, kijk eens. Deze is ook wel leuk, hè? Weet je, dit keer doen we dan... ja, het stadium. Dat gaan we doen. Gaan we het stadium doen? We gaan het stadium doen. Zo, en dan zie je dat we het stadion hebben gedaan. En dan apply changes. Zeker. En dan staat het erop. En dan hebben wij de tweede bus klaar. Ja, en daar staat hij dan. Kijk eens, hoe gaaf. Weer die kleuren. Weer advertentie. Er staat nou out of service. Maar hier komt ook Mol's bustripje komt hier te staan. En dan komt er hier lijn 2. Maar we gaan dan wel eventjes in de bus zitten. We gaan gewoon weer in de bus zitten. Dan gaan wij een klein stukje vooruit rijden. Zo, daar gaan we. Even kijken. De deuren moeten wel dicht natuurlijk. Want anders kunnen we niet rijden. En dan gaan wij een stukje naar voren. Kijk, en dan gaan we gewoon hier even stoppen. Zo. Dan gaan wij nu kijken hoe wij de tweede route gaan opzetten. Ja, en zoals ik net al aangaf, wil ik de tweede route voor onze busmaatschappij in het Lakeside View. Het zijn niet veel busstoppen, maar we moeten wel even goed gaan kijken hoe we die busroute gaan aanpakken. Dus ik ga nu een route creëren. Ik ga deze selecteren. Dan denk ik, ja kijk, dat dacht ik al. Dan gaan we hierheen. Dan gaan we hierheen. Dan gaan we hierheen. En dan gaan we hierheen. En dat is dan, ja, dat is dan de route die we willen hebben. Het levert niet veel op. Tussen de 7.500 en de 15.500 euro. Maar het brengt wel geld in het laadje. Dus ik ga deze toepassen. Apply changes. Jazeker. Ja, en zoals je kunt zien is het zwaar gaan regenen. En zijn we bij de eerste busstop van onze nieuwe route aangekomen. En zet ik de bus stil. En doen wij de deuren open. Kijk eens. Komt u maar binnen. Even kijken. Wat wil je? Een normaal ticketje. 1 trip. Printen.
€7,80 ook. Jongens, de vorige keer heb ik al gezegd dat jullie allemaal met een OV kunnen gaan. Een regular ticket, een day ticket, prima, eentje. En €3,80 terug. Kijk, dat zijn betere bedragen. Maar dan moet je wel, als buschauffeur moet je dus wel veel... wel veel wisselgeld hebben. Even kijken, zo. Dan zal ik even uitstappen, want ik wil even een ticket zien, jongens. Want de vorige keer hebben de mensen natuurlijk allemaal massaal tickets vergeten te kopen. Laat ik het zomaar even zeggen, vergeten te kopen. Zo, en dan, dan kunnen wij alweer gaan zitten, want dan doe ik de richtingaanwijzer... Oh, dan doe ik de richtingaanwijzer aan. Dan moet ik niet achteruit gaan rijden, maar moet ik vooruit rijden. Zo. En dan doen we het beeld eventjes wat beter. En dan rijden wij door naar de volgende busstop. Oké, er is dus alweer een passagier die eruit moet, maar we rijden... Wel in een natte stad hoor. Potverdikkie, het regent hier veel. Maar we rijden goed, we rijden lekker. Kijk, en ik ben degene die voorrang heeft hier. Dat is mooi. Kijk, volgende busstop. Perfect. Stoppen. Ja, deurtje open. Ja, te laat. Ja, sorry jongens, ik kan er ook niks aan doen. Even kijken, een normale ticket voor een dag. Printen, €3,80, ja, dit gaat goed, maar we moeten zo meteen wel even kijken of we, kijk, dat was een doorlopertje, one trip, printen, oh, sorry, twee, moet wel opletten, €5,60 krijgen ze terug, ja, prima, zolang ze maar betalen, en dan levert die route nu al geld op, en daar ben ik wel blij mee, even kijken, senior ticket, welkom allemaal natuurlijk, D-ticket, eentje. Even kijken. Nou, dank je. Gepast betaald, perfect. Dan gaan wij de deur dicht doen en gaan wij weer vragen. Hadden wij al gevraagd? You already checked this passenger. En jij? En jij, ja. Nou, ze hebben allemaal een kaartje, dus we kunnen gewoon weer gaan zitten. Dat gaan we ook doen. Zo, doen we de richtingaanwijzer weer uit. En dan kunnen wij door hier naar links... Gewoon rustig rijden, want ik zie daar een stoeprand. Zo, doorrijden. Ah, toch de stoeprand geraakt. Kijk, en dan hebben we hier... Oké, okay, dan hebben we hier dus een busstop met... Even kijken, dat we een rolstoel mee moeten nemen. Even kijken, doen we dat zo. Dan gaan we die naar beneden doen. Ticket. Willen jullie al een ticket? Oké. Okay. Senior ticket. Nou ja, seniors mogen altijd met ons meerijden natuurlijk. We krijgen dan €4,60 terug. Even kijken. En dan gaat het wel goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Ook op deze route, jongens. En dan even kijken, want dan kan ik hem uitzetten. Dan ga ik even kijken, die dicht doen. Dan doe ik de deuren dicht. Kijk eens. Ja, top. A passenger forgot a value item. Look for it in the bus and return it. Oké. Okay. Dus dan gaan wij er even uit. En dan gaan wij kijken of ze het allemaal niet vergeten zijn. Kijk eens. Zien wij wat? Ik zie niks, jongens. Zien wij wel wat? Waar kan ik dit vinden, jongens? A valuable... Oh. Ja. Will be at the stadium here. It's so close to my house. Even kijken, you're probably not, you were not able to find, it's probably just lost then. Ja, sorry, ik kan er helaas niks aan doen. Even kijken, maar dan zijn we weer gaan zitten, we doen de deuren dicht. En dan gaan we weer gassen. En dan even kijken, waar moeten wij heen? We moeten gewoon rechtdoor, dus we moeten gewoon rustig kijken. Er komt niks aan, nee, top. Dan gaan we dus hier naartoe. Weer een curbstone, jongens. Dus we gaan hier naar links. Het is een hele korte route. Kijk, dit is fijn. Kom maar. Ik weet dat er een auto staat. Ja, dat klopt. Zo. Rijden. Maar ook die tweede route, dat gaat goed. En nou wil ik hier dan een... Ja, kom maar. Kan ik rijden? Top. Mooi. Zo, ik wil hier een busstation. En dan, als we dit dan hebben gedaan, dan gaan we natuurlijk een buschauffeur inhuren. Even kijken. Kom maar op. Top. One ticket, please. Ja, oké.
regular ticket voor één trip, één keer, €17,80 terug. Waarom betalen we met zoveel geld, jongens? Ja, het is dat je geen pinnen hebt natuurlijk, maar... 20 cent en 10 cent. Top, goed gedaan. Oké, top. Dan gaan we hier weg. Hup, deurtje dicht. En dan kunnen we weer door. Gaan we weer door? Ja, we gaan weer door. Even kijken. Dan gaan we hier naar rechts. Goed rijden. Ik wil die curbstones, oftewel de stoepranden, wil ik niet raken. En we lopen wel achter op schema, hoor. Dus dit is niet best, jongens. Doorrijden. Oké, hij moet eruit. Dus dan gaan we hier ook stoppen bij het volgende busstation. Zo. Psyche idee. Dan gaan we kijken. Ja, too late. Ja, ik weet het, jongens. Ik kan er helaas niks aan doen. Kom maar. Komen we nog iemand tegen met een... Ja, senior ticket. Ik dacht het wel. Eén trip. En voor één. Perfect. €8,20 krijgen ze terug. En daar heeft u uw wisselgeld, mevrouw. Dat is dus bright. No. Thanks. Question about answer correctly. Mooi, top. Ik wist dus niet dat je dus ook vragen tussendoor kreeg. Senior ticket, dus je moet ook nog eens een keertje weten. Even kijken wat voor een wat voor een route je rijdt. En als je nou veel routes gaat rijden, ja, dat is bijzonder, jongens. Even kijken. Mooi, deuren dicht, want het is koud. Dan stappen we even uit. Even kijken, want hebben we jullie al? Oké, top. Ik wil gewoon... Ah, kijk eens. Weer een bekeuring. Dat is lekker, jongens. Nou, jou heb ik al gevraagd. Je hoef ik dus niet te vragen. Heb ik jullie al gevraagd? Ah, kijk eens. Ja, jij ook. Caught without a ticket. Nou, dan hebben we toch veel geld lekker verdiend. Even kijken. Dan gaan we hem aangeven en dan lopen we 6 minuten achter op schema. Het is niet best. Zo, we gaan hier naar rechts. Zo, rechtdoor rijden. Ah, mooie route. Oké, er moet iemand uit. Dus dat is goed. En dan zijn we bij het laatste. Even kijken, moet ik dan hier naar links? Ik moet dan hier naar links, jongens. Ja, kijk, ik moet hier naar links. En dan is dit de laatste busstop alweer. En dan gaan we de buschauffeur inhuren. Want dan gaan we ook nog eventjes meerijden op de andere route. Zo. Oké, doe maar. Ja, too late. Ja, ik weet het, jongens. Ik kan er helaas niks aan doen. Hup, die uit. Kom maar. Zo. Iedereen mag uitstappen. En dan stap ik er ook zelf even uit. Ja, perfect. Kijk, goed gelukt. Mooi. Top. Dan hebben we echt wel mooie bussen, hoor. Even kijken. Ah, 54,14%. Dat is toch wel wat. Oké, dus wat gaan we doen? We gaan dus nu even iemand anders laten rijden die ik heb ingehuurd. Bernard zit natuurlijk in de eerste. En wie is dit? Kom maar. Ah, Bernard en Stefan. Bernard en Stefan. Ga maar lekker rijden. Ga ik lekker zitten. En dan ga jij mij rijden naar de volgende busvriend. Ja, en nu we twee routes hebben opgezet, moeten we ook gaan kijken hoe we de routes het beste kunnen invullen. Want zoals je kunt zien, hebben we bij route 1 gigantisch veel busstoppen. Maar als we dan gaan kijken bij het schema, zien we dat de Mercedes-Benz van 4 tot 9 rijdt en van 2 tot 7 en daartussen rijden geen bussen. Dus we gaan nu kijken hoe we die bussen kunnen gaan toevoegen aan een route. En dan moeten we dus deze route dus ook tussen 9 en 2 en 7 en 12 inzetten. Maar we gaan eventjes kijken hoe dat moet. Kijk, en zoals je kunt zien heb ik dus nu de Mercedes-Benz van lijn 1 op fulltime gezet. Zodat die continu blijft rijden. En nou kunnen wij nog een tweede bus erbij zetten. Waarbij die op de primetime, oftewel het drukste moment van de dag, kunnen we dus nu nog een andere bus toevoegen. Maar dan hebben we wel een andere bus nodig. En ik denk dat ik die dus ga kopen. Die rij ik dan eventjes hier naartoe. En die zetten we dan in op de primetime van deze route. Want dan kunnen we nog meer geld gaan verdienen.
Maar dat moeten we natuurlijk ook doen met route 2, zodat die continu blijft rijden. En deze zetten we dan in als fulltime en kunnen we dus ook de peaktime doen met deze route. Maar deze route is klein, dus daar gaan we geen extra bus voor kopen. Dus we gaan nu wel eerst eventjes een derde bus erbij komen. En puur alleen om die route voor route 1 op te optimaliseren. Ja, en als we dan toch aankomen bij de busdealer, dan gaan we gewoon ook weer dezelfde bus kopen. Zo, dus we gaan hierheen. En dan gaan we naar de Mercedes-Benz. Even kijken, dan willen we de Citaro K kopen. Kijk eens, nou, we weten ondertussen hoe die werkt. Dus we gaan erin. Ja, dan gaan we hem overnemen. De deuren zijn dicht. Top! Dan gaan wij richting ons eigen bedrijf. En rijden wij het busstation uit. En dan gaan we dus hier naartoe, naar links. Even kijken, zo. Kijk, want de route in de primetime, die is, die is nu gewoon heel erg druk. Dus dan hebben we ook daadwerkelijk drempeltje, zo. Dan hebben we dus ook een tweede bus nodig. Want dan kunnen we gewoon veel meer geld gaan verdienen. Maar we rijden dus nu gewoon lekker rustig terug naar het bedrijf. En dan gaan we die inzetten in de eerste route die we hebben gemaakt. Ja, en dan komen we alweer aan bij ons eigen bedrijf. En ja, die gaten in de grond, dat is toch wel vervelend. Dat is ook voor de buschauffeur en voor de buspassagiers is dat vervelend. Kijk, daar staat onze andere bus die nog niet continu rijdt. Zo. Kijk eens, dan gaan we hier naar binnen. Want dan gaan we eerst eens even kijken wat er aan de hand is met die bus. Zo, dan rijden we hier naar binnen. Dan gaan we zo meteen deze eventjes helemaal netjes maken. Ja, en ik zat te kijken waarom ze nou niet aan het rijden was. Maar we moeten dus hier, moeten wij dus zijn. Zo, dan doen we de... Ja, gelukkig zijn we er wel. 1 minuut 30. Kijk, en dan is er helaas niemand. Maar dan rijden we wel door. Zo, we gaan dus nu doorrijden. Dus dan hebben we aan onze verplichting voldaan. En dan gaan we naar... Oh, jongens, dan gaan we naar bushok 3. En dan gaan we straks wel even verder kijken hoe we dat gaan doen met de volgende route. Of althans die bus in te zetten. Zo, dan gaan we nu naar nummertje 3. Kijk, en we rijden... We rijden niet op schema. Maar goed, geen probleem. We moeten hier gewoon netjes naar rechts. En dan gaan we kijken als er geen... Oh, kom maar. Ja, er staan wel mensen. Dus daar baal ik een beetje van. Maar goed, anders hadden we gewoon lekker door kunnen rijden. Ja, hallo. Ik rij rechtdoor, hè. Kijk. Ja, zwaaien. Gezellig. Leuk dat je er bent. Kom maar. Perfect timing. Mooi zo. Oeh, kijk eens. Behoorlijke PD, jongens. 7804. Dit is lekker. Kijk eens, we hebben behoorlijk veel. Kijk eens. €22.188,22 verdiend. Dat is toch wel weer lekker. Dan moeten we nu ook verder met de reguliere tripjes. Hup. Even kijken. En dan betaalt ze gewoon lekker. Ja, oké. Mooi. Zit er dan eentje? Ja, oké. Top. Dan kunnen we verder. En dan gaan we direct door. Hup. Rechtdoor rijden. En dan gaan we naar de volgende halte. En dan gaan we er even voor zorgen dat we... Even kijken. Dat we een buschauffeur hiervoor gaan inzetten. Even kijken, zo, moet ik dan hier? Ja, hier is niemand, top. We gaan direct door naar 4, want dat was ook niet de juiste bushalte. Maar kijk eens, dan rijden we toch wel weer, ja, dan rijden we zelf wel weer die route, een beetje. Kijk eens, er staan er toch nog best wel veel hoor. Zo, doe de deur maar open. Oh, it's way too hot outside. Jazeker. I need a few tickets, please. Reguleren. Even kijken. One trip. 1, 2, 3. Print. En dan krijg je €3,40 terug van mij. Thanks. Top. Ja, nou ja, dankjewel voor je conditie. Absoluut. Kijk, dan gaan we eruit. Want volgens mij zijn er een paar mensen die geen kaartje hebben. Ja. Oké, top. See you soon. Ja. Ik wil die kaartjes zien, want hij zit hier helemaal achterin. Dat dacht ik al. Kijk. Dat is lekker. Toch weer €120 verdiend. Zo, ga maar zitten. En wat ik dan ga doen, is ik ga even kijken. Ik ga hier
een buschauffeur in plaatsen, zodat zij verder kunnen rijden. En dan kan ik weer verder met de route. Kijk eens. En wie is dit? Is het Albert? Albert, dankjewel. Ik rijd ik nog een stukje mee. Dan ga ik lekker zitten. En dan ga ik even verder met de volgende route. Want zoals jullie weten heb ik dus een derde bus erbij gekocht. En kan ik dus voor peak time even kijken. Peak time, dan moet ik die pakken. Ja, dan pak ik die. Kijk eens. En dan hebben we er dus nu twee voor de piekmomenten ingezet. En met andere woorden, er rijden dus nu, als ik het goed zeg, gaan er zometeen dus drie bussen tegelijk rijden. Twee bussen in Highlander Park. Maar we moeten natuurlijk ook nog even onze bus aanpassen in de juiste kleuren. Dus dat gaan we ook nog even doen. Ja, en zoals je kunt zien rijden er dus nu twee bussen van ons. Hier is er eentje op de eerste route en hier is de tweede op route 2. Dus die hebben we dus ook weer toegevoegd. Maar de derde, ja, het is nu nog niet primetime, maar die gaat zometeen wel rijden. En nu hebben we behoorlijk veel geld verdiend. Dus gaan we de volgende keer weer een nieuwe bus kopen met weer een nieuwe route. En dan gaan we dus ook weer, ja, eigenlijk gaan we twee bussen kopen. Want dan verdienen we steeds meer geld. Maar ja, goed. Bij deze sluit ik de video af. En dan gaan we dus nog een klein stukje meerijden. Ik heb er in ieder geval van genoten. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. Bij deze wil ik je bedanken voor het kijken. En zoals altijd, tot de volgende keer.